Harry. Doen we een gezamenlijke hobby, het sperren van alles wat mijn wilde van te merken heeft, hebben wij elkaar leren kennen. Nu zitten we samen in het bestuur van Stichting Wilde van Wildeman. Bij het zelf mogen ontvangen van de koninklijke onderscheiding kwam bij mij het idee op om jou voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Ik heb heel veel bewondering voor jou, hoe jij je inzet voor de Margaretha Hardenberg Kerk. Voorzitter, klusman, overheer, over, gastheer, fondsen binnenhalen en nog veel meer. Dat alles om de kerk te behouden voor de volgende generaties. Maar laat mij niet vergeten dat dit alles niet mogelijk is zonder de steun van je vrouw Tina en de kinderen Bjorn en Niels. Harry, van harte gefeliciteerd met je onderscheiding. Wees er trots op en geniet ervan. En tot slot wil ik hen bedanken voor alle hulp bij het aanvragen van onderscheiding voor haar. Burgemeester, dames en heren, ik spreek namens de burgemeester en de heer Hatsema, Harry Hatsema, moet ik zo maar zeggen. Eerst even een intermezzo. Toen ik daar zat, toen dacht ik aan 30 jaar geleden. Toen tochtte ik naar Ramon wel toen weer een hebben we nog zo ons best gedaan. En er is niets veranderd. Dat zijn van die herinneringen die komen op. Ja. Laat ik beginnen met de burgemeester te verzoeken de koningin te bedanken voor het, dat het haar behaagd heeft, dat is geloof ik de formele term, om ons drie een onderscheiding uit te reiken. Als ik uw opzomming hoor, burgemeester, dan ben ik diep onder de indruk van wat mevrouw Raakjes en wat de heer Hatsema gedaan hebben. En bij mij kwam toch een stukje van nostalgie boven toen ik namen hoorde van Chris Ballier. Ik ken hem uit de staat, hij zaten in die vier geworden in de Eerste Kamer. En Chris was een visionair man, is hij waarschijnlijk nog wel. Ik hoorde namen van Kik van der Pol. Ik was bestuursvoorzitter van het GUO, dat is een van mijn vroegere wetgevers. Kik was een man waar ik heel veel respect voor heb, net als voor Max Westraat. Zo zijn er meer, als je namen noemt, dan loopt het risico iemand te vergeten. En ik wil Henk Smit en Kaas Potsen en al die anderen wil ik zeker niet vergeten, want zij zijn het smeermiddel van de maatschappij. Zij zorgen dat alles blijft lopen. En dan gaat het, net als mijn collega's ook, die totaal verrast werden. Ik moest vanmorgen, toen werden mijn kleren klaargelegd, dames en heren. Dat gebeurt bij 60% van de man. Mijn schoenen waren gepoetst en dat gebeurt nooit. Ik weet nog, ik ben jullie zo gaat. Maar Francine die moest, dat is mijn dochter, die moest vanmorgen naar Peker en zei, pap weer met me mee, moet bloedgeving. Ik ben flauw van, natuurlijk eigenlijk. Maar ik was er verbaasd over mijn kleren, en dat geldt voor mijn collega's waarschijnlijk ook. Schoenen werden klaargelegd en die kleren, dat overigens is niet schoon. Doe die maar van Kaas Potsen aan, ik wil geen reclame maken. Dus Francine en ik de oude Petra en toen, blijkbaar waren we nog wat vroeg, dus ze zei, ik moet boodschappen doen, dus wij door de hemel heen. En zei, ik beleef door de kerkstraat, ik zei, nou, jij gaat door de kerkstraat, ik heb een mooi boek, maar ga ik in de open zitten lezen en we zien elkaar wel bij de kerk. Nou, dat was ook niet de bedoeling, dus ik moest mee, het gemeentehuis binnen en ik had niks in de gaten. Net als mijn collega's, die kwamen er totaal onthutst, verdwaasd aan en zo ging het mij ook. En toen kreeg ik een kop koffie, nou prima, en toen langzamerhand werd het duidelijk, het was 28 april, dus ik ben zeker. Maar ik had hier ook geen rekening mee gehouden. Dus, de verrassing voor ons drieën was groot, we hebben even gezellig gepraat. En nou, dan zit hij hier en krijg ik een onderscheiding. Waarvan ik in elk geval van mijn collega's overtuigd ben dat ze volledig verdiend hebben. Ik heb altijd dingen gedaan die ik leuk vond, dus het was voor mij geen inspanning. Het was voor mij leuk om het te kunnen doen, om het te mogen doen. En als ik dan voor mezelf zie dat
Jouw kinderen zijn er niet, hè? Die moesten ergens anders zijn. Ja. Nou, u hebt hier familie. Ik zie, achterin zie ik de beide kleinzoons. Ik zie de vier kinderen. Ik zie heel veel vrienden en kennissen. En dat geldt voor jullie waarschijnlijk ook. Dat je toch een beetje gedragen wordt door de omgeving waar je altijd contact mee houdt. Dus laat ik namens ons weer eindigen. Bedankt voor de mooie woorden. Bedankt voor de ontvangst. En bovenal bedankt voor iedereen die het mogelijk heeft gemaakt dat wij met z'n drieën hier nu zitten en staan. Dus het is voor ons, de zon schijnt, laat ik het daar maar mee zeggen. Dat zondag is het gewoon en laat dat zo blijven. En nogmaals bij hart. Dank u wel. Ik zal het overbrengen. U heeft nu de gelegenheid om te feliciteren. De formele deel is daarmee afgerond. Er komt nog een hapje en een drankje voor. Nee, ik kan het echt niet door. Nee. Wat is er gebeurd in dat kamertje toen jij... We hebben een kop koffie gedronken, zonder gemak.